Mama van Dorp. Je rijdt voor Willem Koter. Dat klopt. Met een FH, een FH... 4. 4. Niet de jongste? Nee, niet de jongste, nee. Hoe oud is die? 3,5. En je rijdt met? Stro, doorgaans. En nu met zaagsel? Nu met zaagsel. Oké. En jullie doen eigen voer, jullie handelen erin? Juist. Waar rij je heen? Normaal gesproken, of doorgaans, doe ik laden in Nederland. En dan doen we de transport op vrachten naar Frankrijk vervoeren. En daarna doen we onze eigen handel terug vanuit Frankrijk richting Nederland vervoeren. Ja, we hebben een beetje miezen gehad vanmorgen. Dus ja, dan krijg je toch een beetje zand onderweg. En dat proberen we nou allemaal weer piekfijn voor elkaar te krijgen. Dat er toch weer helemaal showstand bij staat. Zullen we een rondje lopen? Ja, dat is goed. Beetje oppassen, want af en toe steken nog een hoofd onderuit. Ja. Dat we daar niet op gaan staan. Het is bruin beige. Juist. En ik zie de Eiffeltoren op je achterwand. Ja. Met een aantal korenaren. Juist. Waarom? Wat is het? Ja, omdat ik Frankrijk een hartstikke mooi land vind. En omdat we daar heel vaak heen rijden, vond ik het leuk om dat samen met de interieurbouwer in overleg. Om dat toch dat in de achterwand te zetten. En die stroaren, ja, dat is helemaal wat we doen. Je hebt een motorwagen en een aanhanger. Juist. En wat me opvalt, het is wel een eenheid. Ja. Wat heb je gedaan om die eenheid te maken? We hebben de standaard zijverlichting heb ik dan aangepast. Dus normaal zitten er dan 4 onder, nou hebben we er 7. En andere lampjes, nou, dat hebben we terug laten komen in de aanhanger. Alle spatborden, spatlappen, die zijn hetzelfde op de motorwagen als op de aanhanger. Bijvoorbeeld zo'n klein detail, een Titan sticker, die zit hier op de kist, maar dat zit ook weer terug op de aanhanger. Zo proberen we dat overal terug te krijgen. Chrome doppies, volverlopjes in de naven. Je wilde wel het logo recht hebben. Juist. Ja, dat is toch, dat is af. Dat zijn de puntjes op de i. Het is een normale koppeling, maar een koppeling plus plus plus. Want je hebt er wat een en ander aan gedaan. Ja, we hebben hem dichtgebouwd. We lopen er ook wel eens overheen. Dus ja, dat is op zich wel functioneel dat je niet tussen de dingen staat. Maar nu is hij natuurlijk weer helemaal netjes mooi rood. En we hebben dan één toevoeging gedaan, dat is dan het Willem Koter BV verlicht. Dus vanavond zie je dat mooi branden over de traanplaat. Ja, dat is toch gewoon, dat zijn weer een beetje details gewoon weer. En dan je nummerplaten, zo rij je er niet mee, neem ik aan. Nee, nee. Dat gaat niet goed. Dit is puur show, maar dat is puur omdat de achterkant van de voorwagen en de achterkant van de aanhanger allebei in één lijn wit zijn. Wilde ik toch ook wel dat witte niet doorbreken, dus vandaar deze showkentekenplaten. En aan de voorkant heb je een andere nummerplaat? Ja, want daar lopen de lijnen van de bumper weer in over. Dus dan hebben we dat weer helemaal netjes in de bumper verwerkt, zodat je eigenlijk vallen de kentekenplaten een beetje weg. Nou, dan hebben we hier nog versterkers van de muziek. Daar hebben we ook weer stroharen in terugverwerkt. Dit is functioneel? Dit zijn je muziek? Dit is functioneel. Dit zijn mijn versterkers van mijn muziek. Ja. Oké, okay, dak gaat er wel af als je aan zit? Dak gaat er wel af, ja. En als je nou niet eerste wordt, ben je dan heel teleurgesteld? Nee, in principe ben ik nu super tevreden hoe het nu is. De laatste puntjes op de i moeten gezet worden. En dan kan mijn weekend niet meer stuk. Daar gaat het dan niet om. En vanavond een biertje? Zeker vanavond een biertje. Veel plezier. Dankjewel. Het Profile Truckstar Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Profile.